Welkom bij Voetbalship Academy. Hier leer ik je alles over voetbal. Vandaag gaan we 2 ground moves leren. Deze skills zijn heel erg goed voor je techniek. Let's go. We beginnen met ground move nummer 1. Deze move heet clapping. Je begint met de onderkant van je goede been op de bal en je rolt de bal naar achter en stopt hem met de binnenkant van je goede been. Terwijl we dit doen, hoppen we met ons verkeerde been naar voren. Vervolgens rooi je de bal met binnenkant voet achter je stambeen langs en stop je de bal met onderkant voet van je verkeerde been. Maar nu wordt het lastig, want nu gaan we de bal terugrollen met onderkant voet. We laten hem langs onze benen rollen en we stoppen hem met onderkant voet van ons andere been. Vanuit daar doe je de laatste stap en rol je de bal naar voren en hop je tegelijkertijd met je verkeerde been naar achteren, waardoor je weer in de beginspositie komt. Klinkt lastig, maar oefen hem gewoon veel, dan word je dus steeds handiger. De volgende move heet triangles, omdat je de bal in een driehoekje beweegt. Je begint met de onderkant voet op de bal en rolt hem naar de zijkant en daar stop je de bal weer met buitenkant voet. Voor de volgende stap rollen we de bal naar voren met buitenkant voet en stoppen we de bal met onderkant voet. Daarna rollen we de bal weer terug en stoppen hem weer met onderkant voet. Dus onderkant, buitenkant, onderkant. En herhaal dit zo vaak als je kan. Als je deze 2 moves nou echt onder de knie hebt, dan is het tijd om ze te gaan combineren met elkaar. Dit waren 2 toffe skills die jou echt gaan helpen je techniek te verbeteren. Vond je deze video nou leuk? Vergeet zeker niet te liken, vergeet ook niet te abonneren. En succes met oefenen. Later.